Vandaag gaan we een van de twee nieuwste mappen uitchecken die geïnteresseerd zijn in Call of Duty Cold War met de update van seizoen 1. Het is een oude vertrouwde, het is daarom ook niet echt een hele nieuwe map, maar het is namelijk de map van Black Ops 2, Raid. Yo iedereen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag kan ik alleen maar lachen. Want met de update, zoals ik al net al zei, van vandaag is de lieftallige... Ik moet even nadenken. Oh ja, de lieftallige Black Ops 2 map Raid teruggekomen. Jongens, ik ben blij. Ik heb zoveel goede herinneringen hieraan. Dat is echt insane. Dus ik ben oprecht heel erg blij dat deze map erbij zit. Maar we mogen natuurlijk niet al te blij zijn. Want we moeten natuurlijk nog kijken hoe die speelt met de Cold War manieren. En met de Cold War manieren bedoel ik dus de AUG, de M16, de weet ik voor wat je allemaal hebt. Even kijken hoe irritant nou eigenlijk... echt die wapens zijn. Nou weet ik dat er met die update een nerf uit is gegooid voor de M16. Of een patch moet je het eigenlijk noemen. Dat de fire rate omlaag is gejaagd. En de damage range is volgens mij omlaag gejaagd. Nou merk ik daar op dit moment nog helemaal niks van. Oh god. Maar ik hoop dat nog komt. Heel eerlijk gezegd. Want zo'n nerf voor zo'n M16 en zo'n AUG. Ik zou het best wel super op prijs kunnen stellen hoor. Oh mijn god. Goeie naam. Oké. Maakt niet uit. Hij outgunde me met zijn spas. Dat kan gewoon gebeuren. Weet je, dat accepteren wij als een man. Ik speel wel trouwens met een AK-74U, want ik speel de laatste tijd ongelooflijk relaxed met dat ding. Dat ding is ook ongelooflijk sterk. Ja, daar moest ik gewoon een keuze maken. Ja, het spijt me. Het spijt me. Dus ik krijg gewoon helemaal kriebels van deze map, joh. Het speelt lekker. Het is lekker. Het zit goed voor het oog. Het geeft me een thuisgevoel. Alsof ik weer thuis kom. Snap wat ik bedoel? Toen je ook gewoon zeg maar thuis kwam. Even een kleine nostalgietrip. Dat je dan zeg maar thuis kwam, weet je wel. Van de middelbare school. Of van gewoon überhaupt van school. En dat je dan ja, gewoon lekker eigenlijk gewoon lekker... Eerst was het altijd Nuketown ging grinden. Het waren eigenlijk altijd twee maps voor mij. Nuketown en Raid. Als ik er nu zo over nadenk. Maar hé, dat maakt het alleen maar leuker. Want we hebben straks ook Nuketown. Kersteditie! Nou, dan kun je wel helemaal rapen. Die zit er al in. Die ga ik ook zeker even een keer spelen. Oh god. Die ga ik ook zeker even een keer spelen. Ook, ja, natuurlijk is er niet zo heel gek veel anders aan. Eigenlijk bijna wat niks. Behalve dan dat het en donker is. En er is kerstverlichting. Kerstverlichting. Nah, ik zweer het. Ik bedoel, ze updaten of ze nerf... Zo. Ze updaten of nerfen de M16 niet en de AUG. Ja, of soort van wel. Maar ze gooien wel kerstverlichting in Nuketown. Ja, nee, maar ik echt bravo. Erg bravo. Maar anyway, we zijn vol gefocust op Raid vandaag. Als we nou Raid ook even in het donker doen, dat zou ook heel erg leuk zijn trouwens. Hebben we dat eigenlijk ooit een keer gehad, Raid in het donker? Ja, hé, wat denk je zelf, joh, met je film, Mike, joh, paupergek. Volgens mij hebben we nooit Raid in het donker gehad, of wel? Ik kan me iets herinneren, denk ik. Of ik ben nu echt gek bezig. Maak hem zenuwachtig, ja. Nee! Oh, dat laatste kogeltje. Het is dat laatste kogeltje. Zij zijn een klein beetje aan het domineren. Dus ze zijn een beetje achterin aan het hangen nu. Ik kom er niet echt heel veel gelijk in een groep tegen. Lekker zo. Oh nee, achter ons. Ik snap mijn god niet waarom. En ik snap ook niet waarom ik proonblop ben. Nice, Call of Duty. Nice. Oh ja, en er zit een klein probleem trouwens in. Als je me vaker hoort zeuren over een klein lagspike. Dat noemen zij ook wel een hitching. Dat heeft PS5. PS5 heeft last van hitching. Nou vind ik dat echt pauper bullshit. Maar ja, oké, het zal wel. Weet je, ik bedoel, we moeten het accepteren. We hebben Raid. Ik vind het allemaal prima. Nou ja, ik vind het eigenlijk niet helemaal... Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel erg prima, maar... Ik hoop dat ze het gewoon heel snel gaan verhelpen, om het even zo te zeggen. Oh ja, en de range van dit wapen is er ook afgegaan. Zullen we er wat van merken? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Dat zou gewoon weer dezelfde damage zijn als wat ik normaal zou hebben. Ik ga 19 om 11. Ze zijn slecht, maar ze pushen niet echt. Zie je, ze blijven een beetje op afstand. En nou heb ik vandaag echt totaal geen goed gevoel over mijn aim. Ik vraag me niet waarom. Dat komt misschien omdat ik heel veel GTA heb gespeeld de afgelopen tijd. Oh, mijn goede genade teammate. Oké. Hier, dit is dat hitching waar ik het over had. Dat ik opeens 180 graden draai met mijn nek. Ziek, maat. Echt ziek. Ja, maar denk je even lekker zelf. Hé, koekemelorie, gek. En ze zouden ook iets met de bullfrog hebben gedaan. Ik weet, misschien hebben jullie het gemerkt dat ik
af en toe zat te zeiken over de damage range van de Bullfrog. Nou, die is schijnbaar nu hoger gezet. I don't know. We gaan het ooit wel een keer meemaken. Maar er is heel veel aan deze update. Ook het seizoen, de Season Pass natuurlijk. Of de Battle Pass, hoe je dat ding ook wil noemen. Heeft een paar nieuwe characters, die wil ik ook een keertje gaan uitchecken. Het heeft ook 2 nieuwe wapens en allemaal dat soort dingetjes. Hé, hey, we gaan het allemaal meemaken, jongens. Seizoen 1. Alhoewel, wel moet zeggen, je levelt relatief langzaam. Hey, dit is dat hitching. Had ik daar net dus niet, maar het is dat hitching. Ze zijn ermee bezig. Nou ja, prima. Weet je, fix het gewoon voor me. En we hebben een deal, Treyarch. Dan wil ik best wel geld spenderen aan je Battle Pass. Ook al heb ik hem al. Nee, even kijken. We gaan 22-12. Ik wil wel mijn streaks halen. Ik hoop ook op een gegeven moment dat ze de streaks een beetje makkelijker gaan maken. Want, ja. Ik heb er niet heel veel aan op dit moment. Er zijn gewoon potjes soms dat ik gewoon geen streaks haal. Het is abnormaal. En de orbital zit erin. Ja, het zijn allemaal nieuwe dingen die ik opeens allemaal merk. Ik heb ook de orbital aangezet op dit moment. Niet dat ik hem ga halen, want ik ga waarschijnlijk dit potje niet halen. Simpelweg omdat de scorestreaks nogmaals gewoon heel moeilijk te verkrijgen zijn. Oh, het is maar één verschrikkelijk zeg. Het is om te janken nu. Oh. Sick. Sick fucking gameplay. Nice. Zoals daar een oog zit. Oh. Als je daar een oog neerzet, jongen. Pff. Nou, je wordt echt weggeracht. Zeg ik je. Echt. Volgens mij heeft ook bijna iedereen ninja aanstaan. Want je kunt bijna niemand horen rennen. Niemand boost ook. Dat is al helemaal een plus 1. Teammate, ga jij eens even checken of er iemand zit. Waarschijnlijk zit er iemand, dus ik ga er niet heen. Oh nee. Afstand. Oh. En dan zit iemand de rest van me. Ik hoor ze niet. Ik hoor ze simpelweg gewoon niet. Lekker op afstand blijven, jongens. Laat ons maar lekker B pakken, zodat we lekker kunnen winnen. Ja, of überhaupt gewoon geen B pakken. Vind ik ook prima. Oh mijn god. Oh mijn goede genade. Waarom gingen we de eerste ronde? Nou, hij heeft ook nog een diamond. Oh mijn goede genade. Hé, hey, we hebben wel een elimination bij. Sick. Hallo? Kijk ze het. Eén burst. Met een oog. Eén burst. Eén burst met een oog. Broer, het is één burst met een oog. Oh mijn goede genade. Ik ga kortsluiting krijgen in mijn hoofd. Ik ga legit kortsluiting krijgen in mijn hoofd. Als we dit nog weten... Ik zweer dat hitching. Dat hitching moet weg. Oh, timing. Oh my life. Echt. Wow! Merken jullie dit, jongens? Merken jullie net dat ik snoen krijg in mijn hoofd van dit? Ik ga 25-20. Don't get me wrong. Ik ben echt blij dat Ray terug is. Ik ben niet blij dat die spelers er zijn. Geef mij de spelers van Black Ops... Wow, ik moet me echt inhouden, jongens. Ik moet me echt inhouden. Holy shit. Dit is echt niet normaal. Zag je dat wat er net bij me gebeurde? Dat hickey, de hitch, zoals ze dat noemen. Oh, er zit daar ook nog een oog in het raam. Nice, sick. Sick banter, bro. Sick banter. Oh mijn goede genade. Oh nee, jou hoor ik dan weer wel. En, oh my life, ren. Ik heb geen kogels meer. Weet je wat het is? Je moet hun moraal gewoon kapot maken. Het moraal van het verhaal is dat je hun moraal moet kapot maken. Gewoon kapot maken. Oh, hoor je die burst? Oh, wat een lekker synoniem is dat ook, hè? Oh, ja! One burst! Echt, hoe krijg ik het ook voor elkaar om centers op mijn team mee te gooien? Echt. Weet je wat erg is? Ik hoef niet eens meer bang te zijn voor Flakjack of voor granaat of zo. Dat is verleden tijd. Het enige waar ik nu bang voor ben is burst. Oprecht. Oh, een attack helikopter. Sick. Ik was er nog bijna dood geweest. Oh, kijk, nog een field mic. Oh, kijk nou. Sick. Ik sta nog wel voor. Ik ben daar echt oprecht blij mee. Ik ga 34 om... Wat? 23... Oh, dat is nog wel redelijk. Een soort van. Maar het is elke keer kill dood. Kijk, nu is het kill. En nog een kill. Ah, veel Mike. Ik wil zeggen, en nog een kill, maar... Er zit een attack helikopter in de lucht. Ik ben niet zo heel erg zeker van mijn zaak nu.
Ja, oké, nog een kill dus. Op B. Maar ze spannen hier ook nog, hè? Ja hoor. Oh, jij bent echt grappig. Ik ga even hier liggen. Oh ja, proomblok. Sick. Sick, maat. Sick. Oh mijn god. Als ze niet weten dat ik hier zit, ik zweer het. Sorry voor de camp. Sorry, ik moet hem even gebruiken. Sorry, het spijt me. Als ik dood ben, maakt me echt niet uit. Het spijt me echt. Oké, dank je. Het is jammer dat het net op het moment is dat ik net weer terugkom, maar... het spijt me voor de camp, die enemies. Zo, hoppa. Dan gaan we weer 180. Oh mijn god, we hebben elkaar gekild. Sick. We moeten wel even een vlagje cappen om... heel eerlijk te zijn. Kijk, ik wil geen partypooper zijn of zo. Eén kogel. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik heb de vlag. Sick. Is gewoon extra punten. Is gewoon extra punten even voor nu. Kijk, het duurt eventjes. Het is gewoon extra punten. Voor, ik denk 4 punten of zoiets. 6. Ik hoop 6 punten eigenlijk. Want ja, 6 is altijd even meer dan 4. Even kijken hoor. Ik kan ook even niet snel hoofdrekenen om heel eerlijk te zijn. Dus het spijt me. Hutsa, niveau. Doe normaal aan niveau. Kom maar steeds aan niveau. Achter me. Are you kidding me? Ja, echt waar? Is dat... Oh, dat is oprecht ook gewoon een plek om te zitten. Oké, sick. Oh mijn god. Ik ben even aan het nadenken of wij nog een vlag moeten hebben om überhaupt te winnen, maar... Ik denk als ik oprecht... Nou ja, eigenlijk... Kon liggen! Maar dat kan ik weer niet! Waarom kan ik niet zo snel liggen dan? Je kan oprecht niet meer snel liggen! Hallo? Oh ja. Nee, die enemy was niet gehit door iemand. Volgens mij winnen we. Als ik even heel snel zou hoofdrekenen. Even weer. Oh mijn goeie. Jongens, ze zitten achter jullie. Pak die A-vlag, alsjeblieft. Pak die A-vlag. Teammate, ga op die A-vlag. Dan kunnen we ze nog een beetje lokken. Dankjewel, die Syntax. Really appreciate it, bro. Ja, denk ik. Ik moet het een keer eventjes met iemand erbij spelen. Ik speel dit elke keer. Ik neem ook elke keer alleen... Oh mijn god. Elke keer alleen op. Ik moet gewoon een teammate erbij hebben. Die gewoon ook dingen kan omroepen en alles. Want volgens mij winnen we. Maar ook echt ook maar net hoor. Oh nee, niet doen. Ja, en nu komt er hier waarschijnlijk iemand. Ben ik dood. Oh! Puta! Puta madre! Echt waar. Maar we hebben gewonnen. Daar gaat het om. Oh, nu helemaal. Oh my. Ik had net mijn oor... Daar is hij nog steeds in het hoekie! Oh mijn god. Ik ben zo blij dat hij me niet gekild heeft en dat we gewoon hebben gewonnen. En dat hij een best play heeft. Godverdomme. Echt waar. Ik spuug op de oog. Laat ik dat maar niet doen, want dat is niet echt verstandig. Nou, in ieder geval jongens, dank jullie dankjewel voor het kijken naar deze video. Mocht u het leuk vonden, druk dan even een blauw duimpje omhoog. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat Ray terug is. Ze moeten nog wel even het een en ander fixen. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot de volgende video. Doeg!